De grote vraag is het lek boven bij Katwijk? Met andere woorden, kunnen ze de vorm die ze vorige week aan de dag legden tegen Excelsior Maassluis vasthouden? Het is Scheveningen in de aanval. Eerste minuut wedstrijd. Er mag veel met de bal. Aldogan en Krolis. Krolis glijdt weg. De voorzet van Aldogan en Peters. Oh, wat een begin voor Scheveningen. Tim Peters, ja, anderhalve minuut staat er ongeveer op de klok. Ja, misschien heeft hij geen eens in de gaten dat hij die bal maakt. Maar hij brengt Scheveningen wel op een 1-0 voorsprong. Ja, je hebt als trainer wel eens gedachten. Hoe gaan we de wedstrijd openen? Nou, zo dus. Katwijk loopt meteen achter de feiten aan. Jonge Nelen. Balverlies. Dit is een goede bal op Tielema. Tielema, wegdraaien en schieten. Nog geen 4 minuten. En het staat 2-0 in het voordeel van Scheveningen. Ja, en iedere bal op goal is raak. Tielema mag draaien, mag schieten en mag scoren. En dan kunnen alle tactische voorbesprekingen van Cees Bruinink in de prullenbak. Wat kunnen de Katwijkers? Een vrije trap met Saha Deusing. Die kan het. Die kan het zeker, alleen de lat staat een aansluitingstreffer in de weg. Saha Deusing, na 6 minuten spelen. Nou, spektakel genoeg op de krom in ieder geval. Jansen. Een aanval van Katwijk loopt op niets uit. Scheveningen start scherp. Geeft Katwijk eigenlijk geen centimeter de ruimte. Pakken ze bij de strot. Rezo Di Hacho is er vlakbij. Bij de 3-0. Balletje te zacht. Koroglu brengt redding. De topscorer van Scheveningen. Leonard. Overtreding. Spel gaat door. Daar is Van Ooyen. Box de goal uit. Van Ooyen moet scoren. Oh! Dan is de hoek toch kennelijk te moeilijk. En is het heel nuttig wat keeper Tom Boks doet. Namelijk ver de goal uitkomen. En de tegenstander schrik aanjagen. Hij dwingt daarmee Van Ooyen te ver naar de hoek. Maar Katwijk komt een klein beetje terug. Maar aan de andere kant is Scheveningen gevaarlijk met Aldogan. Aldogan, Sadeus en Karoglu grabbelt. Jongens, jongens, jongens. 30 minuten op de klok. En 3-0 de voorsprong voor Scheveningen met vallen en opstaan. Er is nog appel voor buitenspel van Aldogan. Koroglu grabbelt. En iedereen kijkt elkaar vertwijfeld aan. 3-0 de voorsprong bij rust van Scheveningen. Katwijk moet nu komen. Leonard is er dichtbij. Voorzet is goed van Jansen. Ja, Katwijk moet nu alle druk opvoeren. Om in ieder geval te kijken of ze nog iets van die wedstrijd kunnen maken. Box. Verre uittrap. Bal stuitert. En iedereen staat te kijken, behalve Aldogan. Ja, Koroglu uit de goal. Wat doet hij dit mooi. Mehmet Aldogan. Fantastisch doelpunt. De verdediging van Katwijk. Ja, ze staan te kijken naar die verre uittrap van Box. En dan is het hopla 0-4. Hebben we 17,5 minuut gespeeld in de tweede helft. En kan Katwijk fluiten naar de punten, dat is duidelijk. Die gaan naar Scheveningen. Aldogan, wat speelt hij een goede wedstrijd. Zoals heel Scheveningen. Aldogan, nee. Ja, het is niet altijd feest. Scheveningen, heer en meester op de krom. En hoe lang is dat niet geleden? Maar de ploeg van Blok verkeert in blakende vorm. Daar is Aldogan weer. Ja, de nummer 5 hangt in de lucht. Bij Katwijk is het geknakt. En bij Scheveningen wordt het steeds leuker. Hunting. Hunting met het schot. Hard zat, maar niet doeltreffend. Scheveningen blijft aandringen, Nieuwlaat. Dan moet de voorzet komen. Dit is mooi, kort op Rizzo Di Hacho, goed uit de dekking gekomen. En is het 0-5.
En wat speelt Scheveningen de aanvallen efficiënt uit? En wat is het lastig verdedigen bij Katwijk? Ja, ongekende luxe en een feestje. En terecht. Een afstraffing in eigen huis voor Katwijk. Suzanne. Ja, die zit er zowaar nog in. Ja, normaal gesproken in dat soort gevallen trek je een sprint van 120 meter met het shirt omhoog. Nu is het een eretreffer en doet eigenlijk alles pijn. En is zelfs scoren niet lekker. 1-5. Maar de wedstrijd zit erop. Katwijk krijgt een pak slagen. Het publiek, ja, ze staan erbij. En ze weten het. De punten gaan naar Scheveningen. Dik en dik verdiend. Want Scheveningen speelde misschien wel de beste wedstrijd van het seizoen. De wedstrijd van onze kant, maar ik vind dat we vorige week ook uitstekend hebben gespeeld. Alleen we werden nu geholpen door een snelle goal natuurlijk. Een snelle tweede erachteraan. Ja, daarna hebben we denk ik wel geluk dat de bal van Katwijk niet in het doel, maar net daarnaast wordt gedeponeerd. Ja, dan loop je naar 0-3 uit. Ja, dan is de wedstrijd eigenlijk wel gespeeld. Ja. Merk jij nog wel het vertrouwen van het bestuur dat jij degene bent die de ploeg uit de degradatiezone houdt? Ja goed, ik weet niet wat dit voor soort vragen staan. Ik bedoel, je wint vorige week uitstekend en vandaag verlies je. Ik bedoel, ja, maar het is natuurlijk een dramatisch seizoen van Katwijk. Ja, dat klopt. En vorig jaar zijn we landskampioen geworden. We zijn in augustus nog de Supercup gewonnen. Ja goed, en jij kent de voetballerij ook. Als de resultaten slecht zijn, dan moet er een slachtoffer gezocht worden. Nou ja, misschien moet je het voorstellen aan de voorzitter. Ja, ik weet niet wat ik hiermee moet, dit soort vragen. Jij trekt die conclusie in ieder geval niet. Ik wil je niet wegsturen, maar jij trekt die conclusie niet. Nee, want anders had ik hem uitgesproken. En ik denk dat je, als je van heel dichtbij ziet wat betreft de spelers en de staf, ja, we presteren niet. En daar ben ik hoofdverantwoordelijk voor. En als mensen vinden dat ik weg moet, ja, dan moeten ze me wegsturen. En dat is niet in mij om daarover. Hey, ik bedoel, zo simpel ligt het.